Ja, hallo iedereen. Uh, ik had dus beloofd om een babbeltje te doen over uh, mijn verblijf in Londen, in, maar niet alleen in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. En ik heb dat ondertussen nog niet gedaan. Ik ga dat dus nu even doen. Maar ik moet zeggen dat de, in het Verenigd Koninkrijk is, um, de, de, de wifi is oké, okay, maar uh, de 4G, 5G is toch niet heel stabiel. Dus ik heb echt veel minder uh, kunnen doen dan ik dacht te doen. Maar wat is nu één dagje in ons verblijf in de, in de UK, in het Verenigd Koninkrijk? Wel, wat we zeker hebben gedaan, dat is um, uitslapen. En uitslapen, dat betekent dus dat je slaapt tot je vanzelf wakker wordt. Nu, ik word meestal vroeg wakker. Ik slaap niet zo lang, maar mijn kinderen hebben echt uitgeslapen. Dus ik ging dan meestal al een beetje uh, beneden zitten in de ontbijtkamer om al een beetje koffie te drinken. Uh, je weet dat ik heel graag koffie drink. En dan beetje bij beetje uh, kwamen mijn kinderen ook naar beneden, hebben we heerlijk ontbeten. En dus ik wil jullie graag één, één dag uh, vertellen van wat we gedaan hebben in Londen. En dit was echt wel in Londen en niet in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Dus op een dag uh, zijn we naar het Sir John Soane's museum gegaan. Dat is een heel, heel mooi museum. Dat was mij aangeraden. Dat is eigenlijk het huis van de architect Soane. Um, Soane Soan was een hele bekende arch architect. En is onder andere bekend uh, omdat hij de bank van Engeland heeft gebouwd. Of in elk, elk geval heeft getekend als architect, maar hij heeft dus heel veel uh, gebouwen gemaakt en getekend. Dus een heel belangrijke architect. En je kan zijn huis bezoeken. En zoals je weet, wat is heel, heel positief in Londen, is dat heel veel musea gratis zijn. En dus ook het Soens Museum, het Sir John Soens Museum, is ook gratis. Er stond daar een hele strenge mevrouw aan de ingang en ze zei: Je mag geen selfies maken, je mag je tassen niet meer binnennemen. Een hele strenge mevrouw, maar ik moet zeggen, dat is de organisatie verliep echt wel heel, heel vlot. Dat is dus een huis dat het is groter dan je zou denken in het begin, maar het is een beetje zoals een labirint. Je hebt dus heel veel kleine ruimtes met heel veel ja, dingen die aan de muur hangen, meubeltjes, um, beeldjes. Uh, glas in lood. Je hebt enorm veel verschillende ja, kunstelementen die je kan bewonderen. Um, je kan ook gewoon naar zijn huis kijken, uh, natuurlijk. Wat ik ook heel speciaal vond in dat museum, dat is de lichtinval. Je hebt heel veel koepels en dus plaatsen waar licht van bovenuit invalt. Um, zelfs op plaatsen waarvan je zou denken dat ze eerder donker zijn, had je toch echt een hele goede plaats in, uh, sorry, lichtinval. Dus ik denk dat die architect ook wel bekend is uh, voor de speling met het licht. In elk geval, dat vond ik uh, heel interessant. We hebben alle verdiepingen van dat huis bezocht: de zolder, de eerste verdieping, de, 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 het gelijkvloers, de kelder. Uh, we hebben dus alle. Etages bezocht. En ik heb dus enkele foto's met jullie gedeeld. Zo kan je toch een beetje een idee hebben van hoe dat huis eruit ziet. En je weet nooit dat je zelf ook, als je naar Engeland gaat, even dat museum wil bezoeken. Daarna wilden we toch echt wel de gerenoveerde Big Ben zien. Want ik had die ondertussen al gezien, maar mijn kinderen hadden die Big Ben niet meer gezien sinds die gerenoveerd is. En dat was echt wel. Prachtig, prachtig gedaan. Nu, het probleem is echt dat in het centrum van Londen er veel te veel toeristen zijn. Ja, natuurlijk, wij ook. Wij, wij waren ook toeristen. Maar je blijft daar niet lang rondhangen, want het ziet daar zwart van het volk. Dus we zijn daar niet lang gebleven. We hebben dus de, West, de, sorry, de Big Ben bekeken, de Westminster Abbey. We zijn dan ook even. Naar Buckingham Palace um, gestapt. Je hebt daar een hele mooie grote fontein voor het kasteel. Er stond daar voor, het, uh, voor dat Buckingham Palace kasteel stond er een man doedelzak te spelen. Doedelzak is dus een specifiek instrument uit Schotland. Ik weet niet goed hoe je dat bespeelt, maar in elk geval, ik hou van die klank en voor mij is dat echt wel typisch voor Engeland of. Schotland, maar in elk geval voor het Verenigd Koninkrijk. We hebben dan natuurlijk ook iets gegeten, maar door het feit dat we heel laat ontbeten hadden, hebben we dus ook heel laat middageten gegeten. En daarna was het dus tijd om te vertrekken naar het Harry Potter park. En mijn kinderen en ik, we zijn dus echt grote Harry Potter fans. En hoe komt dat? Dat komt omdat ik Um, ik herinner mij, dat was een, bijna een hele vakantie, heb ik Harry Potter boeken aan mijn kinderen voorgelezen. Um, en dus mijn kinderen waren nog heel klein, begrepen niet goed Engels, dus ik las dat in het Engels, ik vertaalde dat gedeeltelijk voor hen, of enkele woorden die ze al begrepen, maar dat was dus een heel, heel omvangrijke onderneming. Uh, maar we hebben daar heel veel plezier aan gehad. We hebben echt uren en uren in de zon oh ja, of in de schaduw gezeten um, op een lichtstoel en die boeken van Harry Potter gelezen. Dus we zijn echt grote fans van die boeken. En we zijn dan ook één keer in, um, ja, dat was in de Verenigde Staten, zijn we ook naar het, het Harry Potter Park gegaan. Maar dat was meer een uh, pretpark. Dat was meer echt met rollercoasters en echt meer een pretpark met heel veel speciale effecten. Hier waren het eigenlijk de studios en ging het eigenlijk over the making of. Hoe is dat allemaal gemaakt? Nu onze conclusie was wel, toen we er buiten gingen, dat dat allemaal heel, heel erg gecommercialiseerd is. Je hebt enorm veel merchandising. Je kan enorm veel spullen kopen, je kan kleren kopen van Harry Potter, je kan kopjes kopen, je kan wel alles is gecommercialiseerd en nu op zich oké. Okay? Maar we vonden wel dat niet alle elementen tot in het detail waren uitgelegd hoe dat tot stand is gekomen. We hebben wel een aantal dingen kunnen ontdekken. Um, heel veel dingen zijn met de hand gemaakt. De maskers van al die. Um, Goblins, denk ik, dus die mannetjes die in de bank werkten, al die maskers, hoe die gemaakt zijn, haartje per haartje ingeplant, ook in wenkbrauwen. En dus we hebben toch wel heel wat of de making of gezien. Want dat was voor ons de bedoeling. Uh, de bedoeling was echt wel te weten, ja, hoe hebben ze dat allemaal gemaakt? En je ziet dus wel een, een aantal dingen. En vooral, er is enorm veel gefilmd. Met uh, een groene achtergrond. Dus ze hebben enorm veel. Um, hoe heet dat ook alweer? Is dat niet uh, GCI? Of, of. Ja, dus computer. CGI. Computergestuurde. Um, gestuurde beelden. Imagery. Ja, ik denk dat dat is. Um, CGI. Ik herinner me niet meer hoe dat heet. Ik ben daar niet heel goed in, in al die, um, in al die technologische snufjes. Maar in elk, elk geval. Ja. Dus een heel deel van die films is tot, tot stand gekomen met dus computergestuurde beelden. Dus heel veel is gefilmd gewoon met een uh, groen scherm op de achtergrond. Nu, um, wat was fantastisch om te zien, gewoon om te zien, was dus die grote zaal. Als je Harry Potter kent, dan weet je dus dat al die jonge tovenaars die in een enorme grote zaal, waar al die tovenaars samenkomen, met allemaal lampjes aan het plafond. Dat is heel, heel féeriek. En dat, dat was dus echt heel prachtig. Je ziet dat hier ook op de foto. Dan natuurlijk de bank. Uh, en daar hebben we gezien hoe al die marmeren zuilen, die zijn dus niet uit marmer, dat zijn allemaal, zoals je noemt, tromplui. Dat is allemaal geschilderd in marmermotief. Dat heeft heel, heel lang geduurd. Um, dus die bank was ook heel indrukwekkend. En dan het kasteel natuurlijk op het einde van heel die. Ja, je loopt dus helemaal door die tentoonstelling en op het einde zie je een enorme maquette van dat kasteel. En dat is echt wel heel heel indrukwekkend. We hebben daar lang naar gekeken en we hebben gezocht waar alles was. Hey, kijk, daar is het verboden bos en daar is de hut van Hagrid. En daar hebben ze leren vliegen en daar dit en daar dat. En dat was echt wel heel heel leuk. Nu, ik weet niet of jullie fans zijn van um, Harry Potter, maar um, ik vind dat dat hele goede boeken zijn, omdat dat is niet louter een magische wereld. Er wordt heel veel belang besteed aan de fundamentele waarden van het leven, trouwe vriendschappen, uh, loyaal zijn. Moed uh, enzovoort enzovoort. Dus ik vind toch wel dat zeker de boeken, wij houden heel veel van de boeken, dat is zeker de boeken toch wel echt een grote waarde hebben, dat die heel goed geschreven zijn. En uh, ik weet niet of ik jullie dat al verteld heb, maar ik ben op dit moment heel de serie aan het lezen. Dat is dus de serie van een detective. De naam van die detective is Cormoran Strike. En die serie is ook geschreven door dezelfde schrijfster als Harry Potter. Maar ze schrijft onder een andere naam. En ik vind echt dat zij een enorme goede pen heeft. Ze kan enorm goed observeren en beschrijven. Ziezo jongens, en dan als we dus teruggekomen zijn uit Harry Potter, ja, dan was het natuurlijk al heel laat. En we hebben dan nog iets kleins gegeten, maar we zijn dan gaan slapen, want dat was een hele, hele. Lange dag en een lange avond. We hebben heel, um, heel veel indrukken uh, geabsorbeerd. Dus we hadden echt rust nodig. Ziezo, dat was één babbeltje over mijn reis uh, in Londen, of tenminste toch één dag in Londen. Dank je wel om te luisteren. Tot binnenkort. Dag.